8,9 kilometer langer circuit. De tribunes zijn half vol. De eerste auto meldt zich aan het eind van de pitstraat. Het is de McLaren met daarin David Coulthard. Die wacht tot het licht op groen staat. En dan zullen een half uur lang de motoren gillen. Nieuwe man bij het team van Minardi is Anthony Davidson. Lang is er gespeculeerd wie het plaatsje op zal volgen van Alex Jong bij dit team. Zou het de Nederlander zijn Christian Albers? Of is het de Belg David Salens, die ook testcoureur is voor dit team? Het is dus Anthony Davidson geworden. Hij heeft zich gekwalificeerd net achter Webber op de 20ste plaats. Nick Heidfeld maakt zich ook klaar. En inmiddels is David Coulthard bezig om een tijd neer te zetten op het circuit. Coulthard die gisteren trainde naar een tiende tijd. 1:15:2:23. Heeft nu een tijd staan van 1:18:9:56 en probeert dat aan te vallen. Gaat er ook 15e onder zijn eigen tijd. Dat zal nog niet de tijd zijn of de plaats zijn waar hij zal eindigen in de warm-up. Verder naar achteren zal dat zijn. Michael Schumacher neemt ons een rondje mee over dit kartcircuit van Hongarije. De tijd gaat dat niet heeft gedaan in de kwalificatie. Dat is zijn teammaat die hierover start en finish komt. Rubens Barrichello. Zijn zesde pole uit zijn carrière. Michael Schumacher heeft er trouwens 47 staan pole posities. Ralf Schumacher, veelvuldig is de man te vinden naast de baan. Door het gras zoals hier en ook in de grindbak. Diverse coureurs hebben uitstapjes gemaakt dit hele weekend eigenlijk al. Omdat de baan o zo glad is. Dat ondervindt hier ook Ferrari-coureur Rubens Barrichello, die zijn auto in het gravel parkeert en daarmee ook een einde brengt aan de warm-up van vanochtend. Hij heeft tot nu toe dan de snelste tijd staan op 1:17 rond. Michael Schumacher, die als reputatie heeft in de slotfase snel te zijn, zo ook hier 1/10 van een seconde gaat er vanaf. En dat betekent dat we hem in dit lijstje bovenaan vinden. Gevolgd door Barrichello, de man die vanaf pole positie zal vertrekken. Sato op een mooie 5e plaats, Ralf Schumacher 6e. Het volgende rijtje wordt dan aangevoerd door Olivier Panis op een 11e plek. Villeneuve wat tegenvallend op een 14e plaats. En zo gaat het rijtje verder naar beneden, gevolgd door Davidson die het rijtje afsluit. Al dus de warm-up. Tijd nu voor de Nederlandse autosport. Achtereenvolgens de strijd om de Renault Clio Cup, de Toyota Yaris Cup, de Alfa 147 Challenge en het Dutch Touring Car Championship. Veel plezier. Wat de Marlboro Masters is voor Zandvoort, zijn de Rizla Racing Days een beetje voor Assen. Een goed bezocht topevenement. Maar liefst 48.000 toeschouwers kwamen naar Assen voor races, shows, mooie dames en opvallende gasten. Motor Grand Prix coureur Jurgen van der Goorberg verruilde zijn motor weer eens voor een Renault Clio. Oké, jongens. Even kijken. Ik heb het vorig jaar natuurlijk ook al gedaan. Alleen toen hadden we een zeer regenachtige zondag. Het lijkt erop dat we vandaag in ieder geval droog weer gaan houden. En, ik heb het ontzettend goed naar mijn zin dit weekend. En, lekker veel plezier maken, leuk team om me heen. Dus het kan eigenlijk niet beter. Een vergelijking auto-motor? Kan je daar iets over zeggen? Lijnen en dat soort dingen? Nee, heel moeilijk. Het enige is wat je hebt is gewoon de snelheid en het inzicht in de baan. En ik ken uiteraard Assen natuurlijk wel vrij goed ook. Maar verder zie je rempunten zijn toch verschillend. Het insturen is behoorlijk anders. En dat heeft me toch altijd wel bij elkaar 20, 30 minuten gekost om daar in eerste instantie aan te wennen. En dan is het gewoon een kwestie van snelheid opbouwen. Een motor, dat bepaal je zelf. Je remverdeling en je remdruk. Met een auto, had je dat ook niet liever zelf geregeld? Of hoe stel je dat nu af? Ja, we hebben een knop in de auto zitten, zodat we de voorwielen meer kunnen belasten of meer de achterkant. Alleen, ik weet niet goed hoe een auto moet worden afgesteld. Dus het is voor mij eigenlijk heel moeilijk om te zeggen, ik moet meer camber voor hebben of meer outspoor achter. Ja, daar heb ik eigenlijk heel weinig know-how nog van. Dus geef me een goede auto en ik zal een goede tijd neerzetten, maar geef me een slechte auto. Ja, en ik kan er ook niet in rijden, maar ik weet ook niet hoe ik dat kan beter moet maken. Dus het is voor mij gewoon een zaak dat ik gelijk een goede auto heb. En dan kan ik laten zien wat ik in de auto waard ben.
We zien veel motorcoureurs naar de auto overstappen. We zien ook wel eens een autocoureur naar de motor overstappen. Maar wat is eenvoudiger, denk je? Nou ja, het is heel makkelijk eigenlijk. Een motorcoureur naar de auto, dat gaat wel. Maar andersom lukt het echt niet. Je kan het proberen, maar het verschil in secondes is dermate veel groter. Dat kijk, in een auto kom ik een seconde of anderhalve seconde tekort op de allerbeste. Maar met een motorfiets kom je zomaar 10 of 15 seconden tekort. En het is gewoon wat makkelijker voor ons om een auto te controleren. SNS Racing is ook een relatieve nieuwkomer in de racerij. Vorig jaar zijn wij gestart in de Golf Cup. Maar de Clio Cup is in principe niet vergelijkbaar met de Golf Cup. En dat is meer doordat je in de Golf Cup niet op sliks rijdt. En in de Clio Cup rij je toch op sliks. En dat rijdt toch heel anders. De namen van onze rijders zijn in de Clio Cup Paul Vaarstal, Joost Vaarstal en ikzelf. En voor eventuele inval hebben we op het moment Fred Krap. De beste coureur in ons team is op dit moment, ik denk, Paul Vaarstal. Als ik het goed heb uit mijn hoofd, heeft hij 11e getraind gisteren in de tijdtraining en ik 13. Dus op het moment is Paul het snelste, denk ik. Een nieuw team, jullie kunnen toch wel erg goed meegaan met z'n allen voorin. Hoe komt dat zo? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om mee te rijden voorin, dat je toch de techniek voor elkaar hebt. Dat wil zeggen dat de auto goed wordt opgezet, dat je er echt mee bezig bent. We doen daarentegen ook heel veel testwerk en zo. We hebben Fred Krap bij ons in het team, zoals ik net al eerder heb genoemd. Die is toch wel zeer belangrijk voor de technische ondersteuning qua wegligging, qua raceervaring, qua het opbouwen van je race. En ik denk dat dat toch heel belangrijk is. Hij leert onze coureurs een beetje omgaan hoe je een race moet opbouwen. Als je in de race zit, waar je op moet letten, wat je precies moet doen. Dat je niet overhaast doet, dat soort dingen. Hij doet in principe in dat geval de rijders begeleiden en dat doet hij goed. Dan wandelen we naar de grid voor de race. Jurgen van der Goorberg had zich als 17e gekwalificeerd. Hij staat dus midden in het veld en dat belooft niet veel. Want er wordt bij de Clio's nog eens wat geduwd in het middenveld. Zeker zo kort na de start. Michel Zandstra van SNS, hij begint de wedstrijd als 13e. Zijn teamgenoot Paul Vaarstal start als 11e algemeen en beste junior. Routinier Rob Karst reed naar een prima derde trainingstijd. Kampioenschapskandidaat Sebastian Blekemolen begint als 2e. Zijn jongere broer Jeroen komt dit jaar in heel veel verschillende auto's in actie. De Renault Clio race op Assen kon er dus ook nog wel bij. En prompt reed gastrijder Jeroen Blekemolen naar pole position. Het is wel leuk om te zien dat ik rijd dan in de auto van Gaston. En normaal staat hij redelijk achteraan, omdat hij eigenlijk voor het eerst race. Maar je ziet wel dat de auto gewoon goed is. En dat is voor het team natuurlijk leuk om te zien altijd. Is dit een eenmalig optreden? Er is nog een weekend wanneer ik niks te doen heb. En dan zou ik eventueel nog een keer mee kunnen doen. Maar dan weer met een andere auto waarschijnlijk. Want dan doet Castor wel weer mee. Dus, maar dat weet ik nog niet. Dat zien we dan alweer. Start van de wedstrijd. De toeschouwers hopen en verwachten een spectaculaire race. En die gaan ze krijgen ook. Het begint al in de eerste bocht. En uitgerekend Jurgen van der Goorberg is het voornaamste slachtoffer. De Roen Blekemolen duikt als eerste door de nationale bocht. Maar midden in het veld gaat het, zoals al een beetje aangekondigd, mis. De zwarte wagen van de Goorberg wordt in de ronde getikt, krijgt links en rechts een beuk. Van der Goorberg kan zijn race nog even vervolgen. Maar alleen zijn ruitenwissers doen het nog goed. De rest van de wagen is te zwaar beschadigd. Van der Goorberg moet de race al vroeg staken. Hier aan boord bij Van der Goorberg. Probeert het alle macht tegen te sturen. Maar uiteraard ben je na zo'n crash, na dat soort duwpartijen, kansloos. Michel Blekemolen weet zijn auto nog wel met heel veel moeite op de baan te houden. Terwijl Jeroen Blekemolen een hele goede start heeft gehad en daar al uit het beeld wegrijdt met zijn paars-witte Clio, wordt het verderop in het veld hard gevochten. Sebastian Blekemolen duikt binnendoor bij de blauwe auto van Allard Kalf. Kalf die sinds kort ook weer deel uitmaakt van het raceteam van de Blekemolens. Het team dat van de eerste 5 startposities 4 plekken in beslag nam. Alleen Rob Karst, die de wedstrijd als 3e begon, is geen onderdeel van het Blekemolen raceteam. Aan boord bij Patrick de Jong. Samen met Paul Vaarstal in gevecht om de juniortitel. Maar met dit soort uitstapjes doe je je kansen op die titel natuurlijk geen goed. Allard Kalf, gevolgd door de routiniers Frans Verschuur en Pim Verriet. Verschuur die we zo dadelijk aan de binnenkant zien komen. Met zijn gele wagen, daar is hij. Hij is op weg naar een podiumpositie. Achter Verschuur de zwart-gele auto van Pim Verriet. Dan de blauwe van Kalf. En de wit-groene wagen van Patrick Andriessen, die gaan we later nog terugzien. We geven naar het juniorklassement. Paul Vaarstal, zoals gezegd, in gevecht met Patrick de Jong. Patrick de Jong die ging er eerder al eventjes uit, maar Paul Vaarstal maakt nu ook een tijdrovend en luidruchtig uitstapje langs de Drentse baan.
Ook Vaassen kon zijn race echter weer vervolgen. En zou de hele wedstrijd een prachtig gevecht hebben met Patrick de Jong. De Clio races zijn altijd goed voor het betere duw- en trekwerk. En ook nu was dat weer het geval. We zien zo dadelijk Wim van Gender in beeld komen met de witte auto en Paul Vaassen. Samen zijn ze in gevecht en het gevecht gaat worden gewonnen door Vaassen. Vanuit de auto van Patrick de Jong. Zie hoe het daar naartoe gaat. Van Genderen naar binnen. Raakt de wagen van Vaassen. Einde race Wim van Genderen. En dan een van de meest veelbesproken momenten van het weekend op Assen. Het gevecht, alhoewel het dus geen gevecht, het is meer een beukpartij tussen Michel Blekemolen, hier als voorste in het groepje, en Patrick Andriessen. De auto's gaan op weg naar de Geert Timmerbocht. Blekemolen remt, Andriessen remt later, raakt Blekemolen. Blekemolen bijna zijn auto verliest, even de bandenstapel raakt en wraak neemt op Andriessen voor een beuk terug te verkopen. Net als je denkt dat de heren weer verder gaan, gebeurt er dit. Levensgevaarlijk werk van de heren Andriessen en Blekemolen. En ik vraag me af waarom de wedstrijdleiding niet optreedt tegen dit soort praktijken. Komt nog een keer een dag dat dergelijke levensgevaarlijke acties voor grote ellende gaan zorgen. Michel Blekemolen helemaal over de rode. En ook later in de pitstraat was hij nog niet echt bekoeld. Ik ben behoorlijk boos. Eerst word ik door mijn teamgenoot Frankhout volgens mij getorpedeerd. En net kom ik hier op de chicane afrijden. Ik lig gewoon 5 meter voor. En onze vriend Andriessen die weet, denk ik, later te remmen. Maar die torpedeert me daardoor ook. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, dan ga ik ook, word ik ook blind. Torpedeer ik hem ook hier. Wat een puinhoop. Het lijkt echt helemaal nergens op. Eerst butsen hem vol bij de stad achterin. Ik kwam nog net op de baan. Er was gewoon een slagveldman op de baan. Echt, het heeft helemaal genut dit. Er kunnen zulke mooie races verreden worden in de Clio Cup en het houdt op hier. Dit is echt, dit slaat helemaal nergens op. Zonde. Voor Patrick Andriessen is de race op Assen dus opgehouden, maar voor een aantal andere camphanen op de baan gaat het nog gewoon verder. Zoals bij de twee juniorrijders die een hele volwassen race reden. Patrick de Jong zien we hier Paul Vaassen al passeren. Natasja Smit heeft een nieuwe voorruit nodig, maar kan nog wel zien hoe Michel Zandstra met de zwarte wagen Hein van der Vlis passeert. Vervolgens probeert Smit hetzelfde en dat gaat ook lukken, zei het op wat onorthodoxe wijze. Van der Vlis wordt uit beeld geduwd en Smit kan via het gras verder. We gaan terug naar de kop van het veld. Jeroen Blekemolen is nog steeds los van de rest. Hij wordt op ruime afstand gevolgd door zijn broers Sebastiaan, Rob Karst en Frans Verschuur in de gele auto. Daarachter zagen we nog eventjes Pim van Riet. Het gevecht met de juniors is spannend. Patrick de Jong met zijn gehavende wagen. Hier zien we hem in beeld de nationale bocht induiken. Hij rijdt nog steeds vlak voor Paul Vaassen. Vervolgens is het Rob Karst die een enorme glijpartij door het gras maakt en de deur van de Marshallpost op slot doet. Pim van Riet moet daar blijkbaar zo om lachen dat hij een uitstapje maakt en door Drentse gras crossend weer terugkomt op het circuit. Alle Kalf, hij was de wedstrijd als vijfde gestart. Hier zien we Kalf achter Christian Frankhout. Kalf haalt Frankhout in, maar uiteindelijk levert het niks op, want Kalf start als vijfde en eindigt de race ook als vijfde. Christian Frankhout komt als zesde over de finish. Eind van de race nog een moeilijke moment. Hier zien we Michael Zandstra, die bijna de controle over zijn wagen verliest. Hetzelfde zien we gebeuren met Dirk ten Haven met de auto in de regenboogkleuren. Hij is hem bijna kwijt. En is blij dat als ze genoeg uitloopstroken heeft, genoeg gras heeft, om dergelijke foutjes te corrigeren. Ook al kost het natuurlijk heel veel tijd en heel veel plaatsen. Hans Dekker kijkt naar het gevecht tussen Ronald Morien en Evert Kroon. Daar verdwijnt Morien uit beeld. En daar is hij weer terug. Hans Dekker is blij dat hij een plaatsje gewonnen heeft. Jeroen Blekemolen, Sebastiaan Blekemolen en Frans Verschuur. De top drie zijn slaan onder de brokstukken op weg naar het podium. Dat toch nog een onverwachte indeling zou krijgen. Immers niet Jeroen, maar Sebastiaan Blekemolen won de race. Jeroen Blekemolen, gastrijder, hij laat zijn broer voorbij. Sebastiaan doet daardoor goede zaken in het kampioenschap. Na afloop spraken we met de beide Blekemolenbroers en ook nog eventjes met Jurgen van der Goorberg. Het ging gewoon perfect en ik had Sebas willen helpen. Maar ja, die viel helaas uit. Of jij reed achter me? Ja. Super, ja. Ik dacht dat het mijn vader was. Nou, dat wist ik niet eens. Ik heb eigenlijk de hele race gewoon in mijn spiegel zitten kijken. Ik heb altijd gedacht dat het mijn vader was. Maar ja, ik denk, ik was gewoon het snelst vandaag. Maar ja, zij rijden voor een kampioenschap en ik wilde ze gewoon laten winnen. Dus dit is gewoon super.
Gefeliciteerd, hè? Sebastian. Ja, top. Echt, je moet heel groot hart hebben om iemand voorbij laten finishen. En dat vind ik echt top. Ik had een hele goede start. En wat me achteraf een beetje fataal is geworden. Ik viel in het licht. En ik had een paar oefenstartjes gemaakt toen ik wat mensen heb rondgereden hier zo. Dus ik liep heel hard in op degene die voor me zat. Ben uiteindelijk links van hem gaan rijden. Zat er eigenlijk al naast. Met insturen van de nationale. Ja, het ging eigenlijk goed. Ik zag niemand voor mij nog op dat moment de baan afschieten. Ja, en ik hoor op de inboordcamera, ken je het ook later hoor. Je hoort in één keer een beuk. En ik sta in één keer een halve slag in de ronde. Met als gevolg dat er iemand weer op mij inrijdt nog eens een keer. Waardoor ik de andere kant op sla. En daar nog eens een keer nog een kleine ros krijg. Dus ja, helaas voor die mensen. Want daar kon ik dan ook weer niks aan doen. Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk maar een, nog geen kwart race. Dat is heel erg jammer. Het podium is dus voor Sebastian Blekemolen, Jeroen Blekemolen en Frans Verschuur. Paul Vaastal eindigt als beste juniorrijder. Het overal kampioenschap is de eerste plaats voor Sebastian Blekemolen. Frans Verschuur is tweede. Patrick Andriessen en Marcel Kessler staan gedeeld derde. Patrick de Jong gaat aan de leiding bij de juniors. Een jaartje autosport is wellicht niet zo duur als u denkt. Zeker als u gaat kiezen voor de Toyota Yaris Cup. Marvin Koster gaat uitleggen dat het allemaal wel meevalt en met hoeveel geld hij één jaar rijdt. Wij zijn niet van onszelf zo gefortuneerd. Het is elk jaar weer moeilijk om sponsoring te zoeken. Maar ja, tot nu toe is het allemaal nog gelukt. Ze zeggen dat het een beginnersklasse is, maar volgens mij bestaat die niet in de racerij. Ik denk dat je als je echt voorin wil meerijden en een beetje catering voor je sponsors wil hebben, dat je toch wel 60.000, 70.000 gulden kwijt bent. Guldens nog, dus 30.000 euro's. Hebben jullie voordeel bij de cupsponsors? Nou, het voornaamste wat ik merk is dat we een bandensponsor hebben. En daardoor krijgen wij banden met korting. En het prijzengeld wordt ook uit de cupsponsors betaald. Paulien Zwart, normaal gesproken voor in het veld te vinden, staat nu helemaal achteraan. Haar auto was onreglementair en dat betekent de laatste startplaats. Twee dames voorin in de gele auto, Nicolette van der Hoek Oostende, in de rode Renate Zanders. En de gele auto achter Nicolette van der Hoek Oostende is teammaat Ivo Berger. De tribunes zijn vol, de meeste mensen hebben de zonnebrand bij de hand. Onboord bij Marco Scholten, die daar Franklin Groot-Kormelink een tikje geeft. Maar uiteindelijk kan hij zijn weg vervolgen en heeft dat geen verdere invloed op zijn race. Nicolette van der Hoek Oostende is aan kop. Gevolgd door Patrick Borst hier in de GT-bocht. Het totale veld gaat er doorheen. Geen schades, maar wel bumper aan bumper. André van Wonderen ziet dat er hier en daar een tikje wordt uitgedeeld. Een slachtoffer daarvan is Ivo Berger in de gele auto die daar rechtuit moet. Zal heel veel plaatsen verliezen. En Patrick Borst zet hier de auto heel dominant in de GT-bocht. Heeft daardoor de betere lijn. Nicolette van der Hoek Oostende is daar toch het slachtoffer van. En het zal zeker geen makkelijke race voor Nicolette worden. Die opmars is er dan opnieuw voor Paulien Zwart. Auto na auto weet ze te verschalken op weg om toch nog punten te pakken voor het kampioenschap. Dan horen we de banden gieren, de banden van Ruud van Houten. Want die gaat hier rechtuit en parkeert zijn auto erg netjes. Kan uiteindelijk wel zijn weg vervolgen. Onboord dan bij André van Wonderen. Je ziet daar iemand aan grasbaanraces meedoen. Dat is Lennart Klein van Willigen. Weet toch weer op het circuit te komen, maar kost hem wel plaatsen. Remco Kreebaum gaat onderuit in de GT-bocht. Ja, dan komt de achterkant de voorkant voorbij. Je corrigeert en dan verlies je de auto. Staat hier in het gras, wacht tot iedereen voorbij is en kan zijn weg dan vervolgen. En let op wat er nu gebeurt. Goeiedag, die gaat daar volledig op zijn dak. Dat is André van Wonderen. Wordt daar aangetikt door Van Os. Maar ja, een erg coole kikker. Zet het spiegeltje recht. En we gaan er weer voor. Dat zijn de pikkels die we graag willen zien in de Toyota Yaris Cup. Strijd is er alom. Drie rijen dik maar liefst. Renate Zanders, Goedemans en Martin Trip daar. Op weg om met elkaar strijd te leveren. Plaatsen worden en natuurlijk dan wel verloren bij zo'n actie als je even een uitstapje hebt. Winst is er opnieuw dan voor Paulien Zwart. Tim Buijs kan dat echter niet zeggen. Ja, tik, tik, tik. Dwars. Dat betekent hier door het zand. Wat onderdelen worden er verloren van een Toyota, maar wel op weg. Op weg is niet André van Wonderen. De bikkel die we net over de kop zagen gaan, kan het niet meer bolwerken. De auto werkt niet meer mee, te veel schade en hij moet hem in de pits parkeren. Het is Ross en het heet Paulien Zwart, die erg gretig onderweg is. En hoe gretig dat is, dat zouden we eens moeten vragen aan Martin Goedemans, die hier een tikje krijgt. Uiteindelijk helpt dat niet zo heel veel. Tim Buijs verliest zijn achterkant.
neemt in de slip Remco Krebal mee. Nou, en als het glas twee kontjes hoog is, dan zet je gewoon je Toyota Yaris erin. De volle punten zijn er dan voor Patrick Borst, komt als eerste over de finish. En Marco Scholte heeft ook veel strijd geleverd en finisht als tweede. Was gelijk al sneller als Nicolet. Ik denk, nou, na twee ronden val ik gelijk aan. En zet ik hem ergens naast. Maar ze hield nog wel aardig af. Dus bij de Ramsen kom ik gewoon veel harder uit. En ik zet hem gewoon naast en ze stuurde wel in. Maar ja, we raakten elkaar iets, denk ik. Maar het valt wel mee. Nou, toen kon ik gewoon rustig mijn ronde blijven rijden en wegrijden. Dat was super. Het is gelukt. En Patrick de volle winst voor het kampioenschap. Gun ik hem ook van harte, want die jongen is gewoon snel. Tweede plek, super. De vijfde race alweer werd gewonnen door Patrick Borst. Op de tweede plaats Marco Scholte. Derde was Lennart Klein van Willigen. En in de Ladies Cup als nummer 1 was dat Renate Zanders. En zij kwam als vierde over de meet. Kijken we naar de stand in het kampioenschap. Paulien Zwart nog steeds aan de leiding. Gevolgd door Patrick Borst. Erg weinig verschil. En Lennart Klein van Willigen op een mooie derde plek. In de Ladies Cup gaat Paulien Zwart nog steeds aan de leiding. Gevolgd door Nicolette van de Hoek Oostende. En derde is Carlijn Bersma. En vervolgens de Pearl Alpha 147 Challenge op Assen. Pole position was voor de vijfde race in het kampioenschap voor Allard Kalf. Die samen met zijn teamgenootjes de eerste twee rijen bezetten samen met het Automotive Systems hier Boys in het veld. Ook zeer tevreden met zijn tweede plek. De Cable One trein had het niet goed gedaan tijdens de kwalificatie. Zoals gezegd, hier teammaatje van Allard Kalf, Sebastian Blekemolen. Ook een goede positie om punten te gaan scoren in deze race. De vierde plek, Roland de Groot. Ook hij de duim omhoog. Hij staat tweede in de Olympische klasse. Kan ook hier goede punten gaan scoren. Naar de start. Goede start van de mannen op de eerste rij. Allard Kalf, goed weg. En rechts, de groene auto van Boy Zentveld. Die moet hier aansluiten op de eerste bocht. Altijd bij die eerste bocht wat problemen. En daar komen ze aan. Sander van Es, een van de kampioenskandidaten. Slecht getraind, dankzij de regen. Moet hier van de baan af, moet aansluiten en moet een inhaalrace gaan rijden. Hij zou dat heel goed gaan doen. Kop is weg, Allard Kalf met Boy Zentveld. En daarachter meteen wat duw- en trekpartijen. Rory Bertram op het gras, komt terug. En Frank Kersenboom, zijn teammaatje, kan hem maar net ontwijken. Hij kijkt nog wat naar rechts, of alles goed gaat. Hier zien we wat problemen, Rory Bertram die terugkomt op de baan. En opnieuw Frank Kersenboom. Hij krijgt de kleun van Oscar Middeldorp. Achteraf zou hij zeggen, ja, het was een raceongeluk, we konden er niks aan doen. Pech, dan maar voor de volgende race. Mooie inhaalacties op Assen, snel circuit. Roger Giapponi, kijk eens, helemaal binnen door, een klein beetje leunen. Mooie actie. Hier de eerste uitvaller, Akba Wagner. Veel schade op het gras, de voorkant hangt eraf. Jammer, hij wil zo graag scoren in die Olympische klasse. Mooie inhaalactie, aan de binnenkant, lang erachter blijven zitten. En dan aan de binnenkant erlangs. Dat is inhalen, dat kan op Assen heel goed aan het eind van het rechte stuk. Kijk maar, hier gaan er meer. Beetje veel op het gas. Roger Giapponi was weer een inhaalrace aan het rijden. En kijk, aansluiten. Dat is het thema. De binnenkant net even over het gras. Melvin de Groot rijdt voor het team van Automotive Systems. Die zaten er dus deze race goed bij met z'n allen. Midden van het veld, Vincent van der Valk doet het erg goed. Het is mooi om te zien als de grote teams gaan trainen en ze willen banden wisselen, gaan er heel veel mensen om de auto. Vincent van der Valk stapt uit, helpt zelf mee de banden wisselen. Prachtige prestatie voor deze jonge coureur. Zoals gezegd al eerder, prachtig weer op Assen, heel veel publiek en ze konden een mooie race zien. Kijk eens even, vasthouden, sturen iets van het gas af. Daardoor kan Berend Gersman zijn race vervolgen. Vincent van der Valk, zoals gezegd, keurig aan het rijden. Privéteam. Dan de twee auto's van het Cable One team. Sandra van der Sloot, kampioenen van vorig jaar. Ook zij moeten een inhaalrace rijden. Deur aan deur. Wat zand op de baan. En kijk, er gaat weer een splitter af. De voorspoiler gaat onder de auto's vandaan bij de Alfa's. En daardoor heb je dus wat minder druk aan de voorkant. Moet je je rijstijl gaan aanpassen. Aanremmen. Geen timmerbocht. De banden staan net op. Net even de remmenlijn. Oh, het ontwijken van de banden. En een touché. Maar iedereen kan weer door. De kop is weg en daarachter is het gevecht aan de gang. Hier het Gersman aan het inhalen en daarachter hier Sandra van der Sloot. Probeert aan te remmen, iets eerder op het gas. En hier zien we dat onboord bij Sandra van der Sloot. Aan de binnenkant. Net geen touché. Zoals gezegd, veel publiek. Ze zagen een mooie race in het kampioenschap voor de Pearl Alpha 147 Challenge. Heel even door het zand. De mensen die erachter komen hebben last. En kijk eens, Sandra gaat door. Maar dit keer iets minder netjes. Steekt even de hand op. Let daar toch op.
Je ziet toch in de spiegel dat ik eraan kom. Sander van der Sloot, kampioenen van vorig jaar, zal heel goed moeten gaan rijden om dat te kunnen herhalen. Roger Giapponi, Melvin de Groot zijn aan het knokken. Daarachter de Cable One trein en hier aan de binnenkant een beetje te laat remmen. Sander van Es rijdt de snelste ronde op Assen, scoort daar nog een punt mee. Eindigt uiteindelijk als achtste. Klein foutje van Roger Giapponi, iets buiten de baan. Melvin de Groot kan profiteren en daarachter Berend Gesman. Een beetje duwen, een beetje trekken, want hij wil aan die binnenkant blijven. En dan is het gebeurd in de laatste ronde, vlak voor de finish. Heeft Boys Entveld de jarige Allerkalf ingehaald. Allerkalf baalt, hij had hier willen winnen. Meer voorsprong in het kampioenschap. Eerste wordt Boys Entveld, dan Allerkalf en zijn teammaatje Sebastiaan Blekemolen. U hoort de nummers 1, 2 en 3. Topwedstrijd. Ik had in het begin kon ik goed aansluiten bij Albert. En later maakte ik een klein foutje. Er liep iets weg. Later kroop ik weer iets naar hem toe. Het bleef eigenlijk de hele race een beetje zo. En vreemde zich voor in de nationale bocht. Daar kon ik gebruik van maken. Op het lange rechte stuk zat ik naast hem. Ja, wie het langst durft, die laat hem staan. En liet ik hem staan en hij moest afhaken. En zo pakte ik de leiding in de race. Dus jij durft meer dan Albert Kalf? Denk het wel. Het is dat ik wist dat Sander als 18e moest starten. Want anders had ik hem de rest nog wel even naast gepropt. Als het echt... Ja. Maar vanochtend zei iemand tegen me... Gebruik dat die paar grammetjes verstand die je hebt. Gebruik die nou eens een keer. Dus Boy, gefeliciteerd. We zijn 2-3. Ik denk dat we een prachtig resultaat voor Thesis Racing Team. En één ding weet ik zeker. Ik sta weer 1 in het kampioenschap. En we hebben teamgenoten hier. Ik bedoel, we hebben met z'n tweeën rijden, 2 klasses. En we helpen elkaar waar we elkaar helpen kunnen. En we bestrijden elkaar waar we elkaar bestrijden kunnen. En dat is helemaal te gek. Maar dat bestrijden, dat komt niet zo vaak voor. Nee. Ben je het daarmee eens? Absoluut. Nee, we hebben absoluut... De missie was duidelijk. Albert moest de leiding in het kampioenschap terugpakken. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus mooi resultaat. Dan hier alles nog even op een rijtje. Eerste, Boys Entveld. Tweede, Albert Kalf. Derde, Sebastiaan Blekemolen. Vierde, Melvin de Groot. Vijfde, Berend Gesman. Zesde, Sandra van der Sloot. Winnaar in de Olympische klasse werd Roeland de Groot. Dan even de stand in het kampioenschap. Eerste, Albert Kalf. Tweede, Boys Entveld. En derde, Sander van Es. De stand in de Olympische klasse. Eerste staat Henk de Boer. Tweede, Roeland de Groot. En derde, Wilbert van den Burg. Tot slot dan het Vodafone DTCC. Vorige race moest Peter van Erp 1 auto langs de kant laten staan. Een van zijn Lexussen. Hoe lastig is dat als sportman? Sportief gezien is dat heel erg moeilijk. Maar soms moet je de zakelijke kant... eigenlijk altijd moet je de zakelijke kant de doorslag laten geven. Hoe is het met de auto's? Auto's is best wel moeilijk. Natuurlijk hebben we hebben wat budgettaire problemen. We hebben niet het budget wat we zouden moeten hebben. Dus ja, de doorontwikkeling is best wel heel erg moeilijk. Dus we zijn een beetje aan knippen en plakken met onderdelen van vorig jaar. En je probeert toch een stukje hoger op de ladder te komen. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. Kijk, wij zijn de enigste eigenlijk op de hele wereld die met die zescilinders rijden. Dus ja, de ontwikkeling is natuurlijk wat dat betreft. En ook de zeepjes die je daaraan hebt en de tegenvallers, ja, die zijn natuurlijk heel kort bij ons. En wat dat betreft, bijvoorbeeld met BMW gaat dat wat harder. Omdat er wereldwijd zoveel mee wordt geraced. En er komt zoveel data iedere maandagmorgen bij BMW Motorsport binnen. Dus ja, dat wordt opgevangen en dat wordt opgelost. Dus daarom doen wij er wat langer over. En dan lijkt het soms dat we behoorlijk de plank misslaan. Maar dat is natuurlijk niet. Ik bedoel, bij de andere merken zijn ook best wel tegenvallers. Alleen ja, zijn de tijdslijnen veel korter. Omdat er gewoon met meerdere auto's wordt gereden. Aldus Peter van Erp. Hier zit Jan-Joris Verhul. De vorige wedstrijd had hij dus een ander pak aan. Had hij een BMW gehuurd. Toch is hij weer teruggekomen in de Lexus. Op het moment dat de Formule 3's aan het trainen zijn, probeert hij zijn auto uit. Tevens vertelt hij waarom hij nog steeds heil ziet in dit project. Het potentieel zit in de auto. Het is een achtwielaandrijver. Het is een zescilinder in lijn. Het zit er gewoon in. En het pakket moet nu even bij elkaar komen. En van daaruit kunnen we gewoon gaan scoren. Ja, dat is het verhaal van het hele seizoen al. Dat klopt, zeker. We hebben nooit getest dit seizoen, dus ik hoop dat we gaan testen. Rij je het hele seizoen in de Lexus uit? Ik neem aan van wel, ja. Er waren 3 nieuwe auto's, 3 nieuwe inschrijvers bij Bras Penning Racing. Ron Bras Penning is een man die al jaren in de DTCC meedoet. Toch zou hij graag wat dingen veranderd willen zien. Ik hoop dat er een aantal dingen veranderd kunnen worden. En waardoor de instap wat makkelijker wordt. En waardoor het ook leuker wordt voor mensen om in te stappen. En dan weet ik zeker dat wij absoluut de mogelijkheid hebben om 5 of misschien wel 7 auto's in te zetten. Wat moet er dan veranderen?
laten we zo stellen, dat je een motor die bijvoorbeeld 220 pk heeft. Wat voor motor dat dan is, of het een zescilinder is, of een viercilinder, of een 2,5 liter motor, of een 3 liter motor. Ik denk dat dat niet uitmaakt. Die motor op zich, die investering is niet zoveel. Als je een 2 liter motor moet maken naar 240 pk, dat kost heel veel geld. Als je ziet dat een uitlaatsysteem 30.000 gulden kost en dat je daar eigenlijk niet van buiten kan, want dat scheelt gewoon 10, 15 pk, nou, dan weet je wat ik bedoel. Het gewicht van de auto is ook belangrijk. Nou, hoe moet je die auto op gewicht krijgen? Dan moet je allerlei dingetjes, hele dure dingetjes, titanium dingetjes, weet je, onderdelen. Dat is waardoor je die auto op gewicht krijgt. Terwijl je ook gewoon 4 Kevlar deuren erin kan zetten. Nou, dat kost gewoon veel minder om dat ding dus op gewicht te krijgen. Nou, dat soort kleine details. Als je daar nou eens met de organisatie en met de medecoureurs eens goed over kan praten, denk ik dat het gewoon eenvoudiger wordt om dat veld vol te krijgen. Laat ik zo stellen, ik denk dat ik het wel zeker weet. Mooie, heldere blik van een nuchtere Amsterdammer. Ook een nieuwkomer was Paul Nieuwenhuis in de BMW 320. Hij komt ergens anders vandaan en vond het niet meevallen. Ik rijd normaal in een Alfa 75 IMSA. Bij het Alfa Trofeo, oudere auto's. Iets meer vermogen, iets meer vleugels erop, wat lichter. En deze moet je veel netter rijden. Wij moeten, laten we zeggen, de auto op zijn grip gooien. Door het vermogen kom je er veel sneller uit. Als je dat hier doet, dan vermoord je hem meteen met 0,6 tiende per seconde. Dan gaat de rondetijden per bocht naar beneden. En dat is heel moeilijk. In het begin ook problemen gehad met de rem, want er zit een rembekrachtiging op, daar zijn wij niet gewend. Wij moeten pompen, vloeren, pedal to the metal. En hier met je grote teenremmen, was niet gewend. Gisteren geloof ik 6 banden opgerookt of zoiets. Eergisteren hebben ze hem omgebouwd, nu zit er zonder rembekrachtiging. Nou is het een droom. Het begint nou langs een beetje mijn auto te worden. Pole position was er voor Duncan Huisman. Hij was maar liefst 16e sneller dan Jeroen Blekemolen. Hij legt uit hoe dat volgens hem komt. Misschien dat hij een probleempje had. Misschien geen ideale ronde. Mijn ronde was op 2 hele kleine foutjes na absoluut goed. Jeroen heeft de druk omdat hij Formule 3 rijdt. Denk je dat het ten koste van zijn concentratie gaat voor DTCC? Nou, ik wil niet zeggen voor zijn concentratie. Maar ik denk dat je maar 1 ding goed kan doen. En de Formule 3 is moeilijk zat. Dat het altijd iets kost om met de Renault te rijden. Pole position dus voor Duncan Huisman in 1.53.7. Tweede deze man, Jeroen Blekemolen in 1.54.4. Gemiddelde snelheid van beide heren in de 135 km per uur. Derde trainingstijd werd er neergezet door Donald Molenaar. Die zich eindelijk van het startjuk van dit seizoen ontwrikt lijkt te hebben. Zoals gezegd, het gaat de laatste tijd steeds beter. En we weten wat hij doet bij de start. Slim aansluiten achter zijn teamgenoot Duncan Huisman. Vierde tijd was er voor deze man, Tim Coronel, in 1.55.001. 1,2 seconden langzamer dan deze man die zich nu gaat voorbereiden op de wedstrijd. In tegenstelling tot de normale races van het Vodafone DTCC, 1 race op deze dag. De snelste trainingen bij de privateers was er voor Patrick Andiessen in de Renault Megane. Voor Ben Janbroers die er weer bij was. Dan Joris Verheul was flink wat sneller dan Paul van Splunteren. Maar dat had dan ook te maken met het aantal ronden wat van Splunteren deed. Dat waren er slechts 2. Start van de wedstrijd. Wachten op de toeren. Daar zijn ze. En kijk wat Blekemolen doet. Hij heeft de vorige race goed opgelet. Hij schuift in het gat daar waar Molenaar had willen zijn. Molenaar probeert het dan aan de binnenkant van de Tarzanbocht met 2 wielen door het gras. Houdt de binnenste lijn. Jeroen Blekemolen laat daar ook gelukkig wat ruimte. Want voor je het weet sta je achterstevoren. En zo gaat het veld dan de eerste ronde in met een gevecht op plaats 2 tussen Donald Molenaar derde. In de tweede plaats van Jeroen Blekemolen. Die echt met hand en tand die plek moet verdedigen. Maar er hier dan bij het opgaan van de Hunsrug uiteindelijk nog steeds voor zit. Snelste bij de BMW Compax had getraind Harald Roelsen voor Huub Vermeulen. Als wij aan boord zijn bij Patrick Andriessen. Links Joost Koenders. Andriessen had een slechte start. Knets. Hij maakt het op deze wijze goed. Niet echt chic. Er wordt toch bij die privateers nogal flink wat klappen uitgedeeld. Links en rechts. En het zou tijd worden dat de sportcommissarissen misschien eens een keer een stop-and-go'tje uitdelen. Einde eerste ronde. Duncan Huisman met een gaatje voor de tweede plaats. Jeroen Blekemolen. Derde zien we dan Donald Molenaar. Daarachter Tim Coronel. En zijn levensgezellin Gabi Ullier. Patrick Andriessen had dus een A, slechte start. En B, viel die later wat verder terug. Zit nu bij de Lexussen. Als er een remprobleem is voor Paul Nieuwenhuis, had die remdrukverdeler er dan wel afgehaald. Maar ja, je moet dat nog steeds misschien een beetje met je grote teen remmen. Gevecht blijft gaande om de tweede positie. Donald Molenaar, die heel dicht op de achterbumper van Jeroen Blekemolen zit. Eigenlijk de snellere auto heeft, maar er niet voorbij komt.
bij de Lexussen. Paul van Splunteren en Jan-Joris Verheul knokten aardig met elkaar. Van Splunteren die Verheul voorbij gegaan was in de beginfase van de wedstrijd. Continu de druk van Donald Molenaar. Leidende BMW rijdt overigens met het maximale strafgewicht. Terwijl we rond brasspenning in de pitstraat zien staan, er zijn wat problemen. Het lijkt alsof er bougies gewisseld worden. Uiteindelijk zou hij 10 ronden afleggen en daarmee op 3 ronden achterstand van de leiders binnenkomen. Steeds weer voerde Donald Molenaar de druk op. Dan uitkomen Tarzan, ziet hij een minimaal gaatje en besluit er bij het insturen van de Gerlach voor te gaan. En dat doet hij goed en let ook op wat Jeroen Blekemolen doet. Laat daar exact genoeg ruimte. Het is toch ook leven en laten leven bij deze jongens. Het was makkelijker om daar wat spiegels af te rijden. Maar zo werkt het in het DTCC niet. Daar is men bij het cuprace nog ernstig mee bezig. Terug naar Patrick Andriessen die zich een weg terugvecht naar voren. Links Koen Vink richting de Tarzan. Dan gaat het erom wie er het laatst en het net remt. Andriessen doet dat goed. Had goed getraind. 7e tijd overal. De spanning in de pits voor sommigen was groter dan ze misschien wel wilden. Ze hielden goed in de gaten wat er gebeurde. Dan zien we Koen Vink voor Paul van Splunteren. Van Splunteren aan de binnenkant. Insturen voor de Van Bocht. Paf, ook daar weer een tik. We weten van Vink dat hij in dat soort momenten de juiste reflexen heeft. En hij weet zijn Megane op de baan te houden. Maar ja, dan wegkomen hè, met die koppeling. Van Splunteren en Verheul bleven met elkaar knokken. Dan wat rook af en toe achter de onderkant van de Lexus uit. Terwijl Jan-Joris Verheul hem daar bijna verliest. Dat is dan ook precies het gaatje wat Van Splunteren nodig had. Hij werd uiteindelijk 8e, 9e Jan-Joris Verheul. Gat onderling bijna 2 seconden. Ja, zo'n foutje, dat wordt heel hard afgestraft op dit niveau. De laatste fase van de race knippert Duncan Huisman. Want ja, hij zet de langzamere mannen bij de compacts nu op een ronde. Gaat daar voorbij aan Oscar van Dijk. De mannen daarachter komen er ook nog voorbij. De compacts werd er overigens gewonnen door Junior Strauss voor Harald Roels en Huub Vermeulen. Let op wat er dan gebeurt. Daar zien we dan de Molenaar. En die moet dezezelfde Oscar van Dijk ontwijken. En zo wordt dat toch aan het einde van de race nog lastig voor de koplopers. Jeroen Blekemolen profiteert en zet de druk er weer volop bij Donald Molenaar. Had al eerder Duncan Huisman aan de horizon zien verdwijnen. Bleef aardig bij, maar moest toch zijn meerdere herkennen in de beide BMW's. Winst voor de 6e maal dit seizoen gaat er naar Duncan Huisman. Hij is blij. Hij ging inderdaad erg goed. Alleen de laatste ronde begon hij toch echt wel een beetje te glijden. Maar goed, ik denk dat iedereen het had, want ik stort in 1 keer een seconde per rondje in. En ze liepen eigenlijk ook niks in. Het was geloof ik 3/4 tiende dat ze inliepen. Dus dat ging allemaal prima, top. Goeie zaken voor het kampioenschap. Ja, absoluut goede zaken. De Jeroentje wordt derde, dus volgens mij loop ik 10 punten uit in totaal of zo. Jeroen had in Assen denk ik heel goed opgelet wat Duncan en ik daar deden toen we achter elkaar starten. Dus Duncan ging voor mij een beetje onverwachts op zijn gas, dus er kwam een klein gaatje tussen. En Jeroen deed dat super slim. Hij had dat gelijk door. Ik denk dat hij geen eens gas heeft gegeven. Gewacht heb tot Duncan er voorbij was, hup, in dat gat gegooid. Dan kon ik niet meer aansluiten. En daarna ben ik gaan settelen om te kijken waar ik hem kon gaan inhalen. En hij liet zich vrij snel onder druk zetten op het rechte eind, Tarzan. Hij ging vrij vroeg al rechts inremmen, zodat ik het niet kon inhalen. En in 1 keer deed hij het zo ver dat ik met uitkomen had ik zoveel over door die er aan de lijn te rijden, ik hem ernaast kon zetten. En bij de Gerlach was hij ook weer super. Overwinning bij de privateers ging naar Ben Janbroers in zijn Honda. 2 keer had hij grote problemen, ook nu viel het niet mee. Deze overwinning draag ik volledig op aan mijn monteur, want die heeft dag en nacht gewerkt. En die heeft in 2 stukkende motoren 1 goede gemaakt. Hij heeft nog nooit zo goed gelopen. Alleen ik was een beetje te enthousiast, dus mijn banden waren op het eind helemaal op. En toen ben ik nog blij dat die Andries ervoor gebleven ben, want ja, ik ging overal rechtdoor. Uitslag van de wedstrijd van het Vodafone DTC tijdens de Molen Masters. Huisman wint dus voor Blekemolen. Een mooie 6e plaats voor Ben Janbroers. Hij was daarmee tevens de beste privateer. In stand om het kampioenschap heeft Duncan Huisman inderdaad nu precies 10 punten voorsprong op Jeroen Blekemolen. Bij de privateers leidt Joost Koenders nog voor Koen Vink. Ben Janbroers nog steeds stevig op plaats 3. Je bent weer terug bij het programma RTL Grand Prix, waar we meteen doorgaan naar de Ungaroring in Boedapest. Daar maakt het RTL Grand Prix team de volgende voorbeschouwing.
Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom vanaf het paddock hier op de Hungaroring. Het enige Formule 1-circuit waar heel veel Nederlanders nog zulke goede herinneringen aan hebben. Weet u nog, die derde plaats van Jos Verstappen hier. Een wedstrijd die traditioneel verschrikkelijk warm is en heel zwaar voor de auto's. Een lange wedstrijd. En het hoogteverschil wat hier is, is voor sommige auto's nogal een probleem. Je hebt veel trekkracht nodig om die auto dat laatste stuk weer omhoog te krijgen. Het verschil tussen het rechte stuk en het middengedeelte middenin is denk ik wel een metertje of 45. Een race die ook weer de recordboeken in kan gaan. Waarom? Ferrari kan constructeurskampioen worden, maar belangrijker, Michael Schumacher kan hier zijn 10e Grand Prix overwinning dit seizoen scoren. En als hij dat doet, staat hij ook in dat lijstje weer helemaal bovenaan. Wie zijn de mensen die deze week de concurrent vormen van Ferrari? Zijn er mensen die het in die tussenperiode toch voor elkaar gekregen hebben en harder gingen dan daarvoor? Dat zijn de vragen. Die antwoorden komen de komende uren. Laten we nu eerst maar eens gaan kijken naar de voorbeschouwing. Te beginnen, zoals altijd, met het nieuws uit de pitstraat. We beginnen het nieuws uit de pitstraat natuurlijk met het belangrijkste. Het feit dat het team van Arrows hier niet aanwezig was. Walking Shaw walked away, dat is wat de Engelsen zeggen. Deze man is in de running om het team over te nemen. Het is Greg Pollock. Hij heeft een bod gedaan op het team. Walking Shaw heeft dat nog niet geaccepteerd, maar Pollock is volgens nog druk met deze man. Jacques Villeneuve heeft een contract voor 2003 bij BAR. Wat gebeurt er dan met zo'n garage? Nou, dit dus wordt gebruikt door allerlei andere teams. Als opslag, want ja, daar waar ruimte is, wordt het in dit geval meteen overgenomen. We beginnen bij het team van de mannen van Toyota uit Keulen. Voor hem redelijk ver van huis natuurlijk. Er werd druk gesleuteld aan de wagen van Mika Salo. Salo was niet tevreden over het rempedaal in zijn auto. Had daar wat problemen mee. Wilde wat veranderingen, had daar ideeën over. En kijk naar zijn gezicht. Hey, dat is lekker. Uitermate tevreden over wat hij voelde in zijn voetjes. En daar zijn dan de nieuwe potjes. Er zit wat meer vloeistof in. Dat betekent dat de rem wat minder heet wordt. En dat ook het pedaal wat minder heet wordt. Want ja, die warmte werd doorgeblazen richting het pedaal. Dan European Minardi. Deze man, Alex Young, is voor 2 wedstrijden uit de auto gehaald door Paul Stoddart. Om zijn zelfvertrouwen terug te geven. Te zorgen dat hij de laatste 3 wedstrijden weer kan rijden. En Stoddart besloot deze jongeling erin te zetten. Het is de jonge Engelsman Anthony Davidson. Afgelopen donderdag het moment voor hem. Nog niet een meter gereden in de European Minardi. En dus moest hij erin gaan zitten om te kijken of wat ze verzonnen hadden met het stoeltje en de pedalen. Of dat allemaal lekker was. Hij is officieel testrijder bij het team van BAR. Tevens heeft het team van European Minardi voor dit weekend de achterwielophanging ietsjes gewijzigd. Dan met name de bevestiging van de rollbars. Ze willen de auto wat zachter maken, want dat is hier nogal hobbelig. En dus heb je een zachte auto nodig. Dan gaan we naar het team van Jaguar Racing. Er is een afkoopsom van $2 miljoen betaald aan Wolfgang Reitzle, die daar manager was. En deze Niki Lauda heeft de steun gekregen van de grote bazen van de fabriek. En dus is er vooralsnog geen probleem. Kleine verandering aan de achtervleugel voor deze Grand Prix. Men heeft hier veel downforce nodig. Er mag maar 3 lagen uit bestaan, 3 planes. En die middelste die worden aan elkaar gehouden door een soort vin. Er zijn meerdere teams die dat hebben. Er zijn ook meerdere teams die daar allemaal weer hun eigen invulling en oplossing aan geven. Dan naar de Fransen van Renault. Tijdens de kwalificatie een hagelnieuwe kwalificatiemotor om zo te proberen Jarno Trulli en Jenson Button verder voorop in de grid te krijgen. Heel belangrijk tijdens deze wedstrijd. Ook aan het bodywork een aantal aerodynamische veranderingen. De flap voor de achterwielen, die grote midden in beeld, die is wat hoger geworden. En er is een nieuwe achtervleugel. Kijk, die V die kennen we van de teams van BAR. Ook McLaren heeft hem een tijdje gehad. En de wonderbaarlijke vorm van de achtervleugel van de Renault blijft me verbazen. Ook daar zie je weer zo'n klein beugeltje in het midden. Om te zorgen dat er niet te veel doorgebogen wordt als men vol gas rijdt. Dan het team van Eddie Jordan. Geruchten gaan dat Honda toch gaat verdwijnen daar. Jordan zegt ik heb een contract, ik hou eraan vast.
Er waren geruchten dat het uiteindelijk Ford zou worden, maar dat is niet waar. Men heeft een nieuwe bevestiging van de neus, want die valt er nog alles af. Dat uitstekende pikkie wat erop zit, laten we het zo maar even noemen. Dat hebben ze veranderd, zodat die neus er makkelijker op moet kunnen. En dat ze hem beter vast kunnen zitten. Ingenieurs waren er druk mee bezig op de donderdag. En dan gaan we naar het team van Sauber. Aantal nieuwe dingen daar. Dit zijn, omdat ze niks met Ferrari te maken hebben, exact dezelfde uitlaat gaten in de bodywork achter als dat de Ferrari F2002 die heeft. En daar helemaal in carbon fiber de nieuwe rempotjes. Het scheelt 200 gram. En daarom hebben ze het gedaan. Zo weinig dus. Zorgt ervoor dat het hele remsysteem wat lichter wordt. Potjes wilden eerst nog wel eens wat lekker. Dan zijn we bij het team van BMW Williams. Weer terug, met name vanwege de natuur van het circuit hier. Tevens is er een andere diffuser op de Williams gekomen. Dat om te zorgen dat de lucht achter de auto makkelijker weg kan. Verder heeft men een kleine gurney geplaatst op de achtervleugel. En gaat Ralf Schumacher binnenkort testen met een helm. Met daarop een display wat op zijn vizier komt. Zo kunnen ze hem op de hoogte houden van de positie waar hij in de wedstrijd is. Het oog valt er dan op. En of die in de pits moet komen of niet. Kleine informatiedingen, niet van alles. Maar eigenlijk een head-up display zoals we dat kennen uit de F-16's. Bij het team van McLaren een nieuwe stuurbekrachtigingsunit. Die grote koperen ring daar aan het onderkant. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor het team van British American Racing. Wat ook dat weer veranderd heeft. Daar hebben ze zelfs de complete stuurinrichting weer naar beneden gebracht. Eerst zat hij zeg maar halverwege de monocoque. Daar waar de rechterhand van de man nu nog zit. Nu zit hij helemaal aan de onderzijde. Team van Ferrari kan hier constructeurskampioen worden. Toch weer spanning daar. De auto flink veranderd. Achterop die ringetjes die u daar ziet zitten. Horizontaal naast elkaar. Dat zijn gurneys. Die hebben te maken met het inveren van de achterwielophanging. Daar is flink aan gewerkt. En er is een nieuwe achtervleugel voor de Ferrari dit weekend. Erg dik en rond aan de onderzijde van vorm. In het midden opvallend dat die planes een klein zeg maar, sleufje hebben. Ze zijn niet helemaal kaarsrecht. En ook de achterste loopt wat rond. En we zagen nog dit. Michael Schumacher gaat waarschijnlijk binnenkort het Hans-systeem testen. Want Nigel Stepney plaatste het achter het hoofd van de wereldkampioen. Head and neck support heet het in vaktermen. Volgend jaar verplicht voor alle coureurs. En dus bij de grootste teams op onderzoek uit. Om te kijken of het werkt. Wil je tussen de Grand Prix's op de hoogte blijven? Kijk dan op RTL tekstpagina 320 of surf naar www.rtlgrandprix.nl. Wellicht nog makkelijker. Altijd, overal, elk moment van de dag. 0909-0001. De RTL Grand Prix hotline. Afgelopen vrijdagochtend, even naar de klok van 11, worden de motoren gestart. En de Hongaroring lag er voor zijn doen mooi bij. Lekker groen, want het heeft hier natuurlijk vreselijk geregend de afgelopen tijd. Dit hele gebied heeft problemen. En daar zagen we als een van de eerste op de baan Anthony Davidson. Moest natuurlijk heel veel kilometers maken. Laten we reëel zijn, aan het einde van de dag had hij het hartstikke goed gedaan. Was sneller dan Mark Webber. En dat vond ook Greg Wheeler, die ooit nog met Jos werkte. Much better than we really expected, you know. He's done no driving in a Minardi, so he had to learn the car, the systems, the team, make a seat. We were making seat for him last night, and we're going to be making another seat this evening to go out and do the times that he did. Also, with no mistakes, it was very impressive. What does that do to the motivation of the rest of the team? I think it's just given us all a lift, particularly my car crew. You know, they've been working hard, and for me, they're one of the best car crew in the pit lane. And it's nice just to be competitive with Mark, you know, and now we can overlay the data with Mark, and I think the whole team could go a lot quicker. The potential is there to go a lot quicker. Anthony, welcome in Formula One. How was your first day? Yeah, thanks a lot. It was really good. I've been testing a lot this year. I've done around about 12,000 kilometers, and to be given the chance to do a race is really good, and I'm really enjoying being here. How did it work? You woke up and then suddenly the phone rang. Come on, let's go. I wish it was that easy, you know. Actually, it's funny, I was on holiday and my manager rang up and said, you know, oh, we've been working on the drive with Minardi for the next two races, and we were in competition with a few other drivers, and it came up, you know, the drive came along, and here I am. How was your first day? It was quite nerve-wracking in the beginning. Heart beating quick, and didn't want to make any mistakes, and I did make a few mistakes. Had a pit lane speeding fine straight away. I think that's a new record. but anyway, I learned from mistakes quickly, and we got on with the job, and after that, with no dramas, and kept the thing on the track.
which seemed pretty difficult for everyone today. And I think did quite a good job and learnt the circuit and did the most laps out of anyone. So I feel pretty happy with what we've done today. En dat mocht hij ook zijn, want u hoorde hem al zeggen. Velen wisten hun auto niet op de baan te houden. Daaronder Jacques Villeneuve. Villeneuve eindigde de dag uiteindelijk als 12e. Hij was niet de enige, zeker niet op dat punt. Want hier zien we David Coulthard er afvliegen. Een schot die na afloop toch niet geheel tevreden was over hoe de auto ging. Ook Rubens Barrichello had zo zijn momentje voor de chicane. Hij was niet de enige, want ook Michael Schumacher maakte een foutje. Daar zien we hem. Eén laatste bocht van het circuit. Een spinnetje. Maar de Duitser weet zijn auto dan altijd weer aan de praat te krijgen en weer verder te gaan. Ook broer Ralf had het zwaar. Veel onderstuur op zijn Williams. De auto vloog dus rechtdoor daar waar hij linksaf wilde. Het glijden over de voorwielen, een van de grote problemen op deze baan. Er wordt heel weinig gereden. En daarom is hij met name de eerste dagen is die baan gewoon verschrikkelijk stoffig en vies. Juan Pablo Montoya merkte dat ook. Had maar grote problemen om zijn auto lekker aan de praat te krijgen. Finish de dag uiteindelijk op een teleurstellende 16e positie. Hij vond het zelf nogal meevallen. It was okay. No, it was really okay. It was pretty terrible in the morning. Then we got it better and put new tires and spun. Yeah, because you said the same time as Ralph, as I remember it well, in the first session, but then you lost it. Yeah, it was you know, first sector was the same, and up to where I spun it was the same. So it was just a little change in the car and just didn't work. So Ralph's position is where you should be. We should be pretty close, I would think, yeah. We had also some good news that Michael Schumacher told us that he likes you. That's brilliant, isn't it? How come? What did you do? It was fucking... I don't know, it's... What's your comment to that? There's no real comment to that, to be honest. Doesn't change my life at all, does it? Montoya die niet precies wist wat hij daar nou mee aan moest. Een complimentje van Michael Schumacher. Volgens Jenson Button eindigde de dag op een 10e positie. Jack Ploy sprak hem aan buiten het motorhome. Jens, welcome to the Festival of Spins. Spins? I didn't spin today. But all the others did. Yeah, I didn't go off once, so I was very impressed. How was it? Dusty? It was dusty, and I mean, this place is always good fun on Friday. You know, before the rubber gets down, there's always a lot of spins, but... And also the tires seem quite hard as well, which isn't helping. How was your Friday? Quite positive. I mean, we did a lot of race setup in the morning and yeah, it seems to be working well. On old tires, the car's very competitive. But the only problem is when we put new tires on, we seem to lose a lot of time really, compared to other people. So I think we're 10th or something, but yeah, it's not so good. We need to really work on the qualifying setup. Het team wat ook misschien wel aan het werk moet is Sauber, want daar zien we Nick Heidfeld eraf vliegen. Heidfeld eindigde de dag als 17e. En nog geen 3 minuten later komt zijn teamgenoot voorbij. Daar is hij, Felipe Massa. En u raadt het al, inderdaad, 1, 2, 3, knats. In de vangrail, voorkant eraf, achterkant eraf. En het was flink doorwerken geblazen voor de monteurs gedurende de nacht. Dan zien we Pedro de la Rosa, hier nog 7, uiteindelijk wordt hij 9. Dat was een behoorlijk resultaat. Jack Ploy vroeg hem wat hij zou gaan veranderen voor de kwalificatie. Well, just optimize a little bit everything, all the setup and try to... We'll see tomorrow morning with low fuel how the car is, but should be better than with higher fuel like today. We don't have much to choose on the tires because I think anyway the option tires that Michelin have brought are quite soft anyway, quite hard, so it's a good race tire. And that's it really, just try to get the car good balance with low fuel tomorrow morning and then go 100% for qualifying. 100% voor kwalificatie, maar ga er maar vanuit, dat doen de meesten wel. David Coulthard wilde ook wel 100% gaan, maar het lukte niet helemaal. Had eerst wat last van de achterkant van zijn auto, toen wat met de remmen. En uiteindelijk moest hij met een oververhitte motor zelfs terug naar de pits. Hij legt uit hoe het kwam. Yeah, normal Budapest in that respect. It's always a bit dusty on the first day. Obviously trying to really find a balance. And we had some problems during the session, obviously with losing a tire and... And the car overheating slightly when I drove back, so we lost a little bit of time. So certainly not one of my better sessions. Tire, was it a puncture? Well, there was certainly no air in it when I got back. So I don't know what else you call that. What happened exactly? We didn't see it properly. I lost the back end at the chicane, and that was it really. Just did a spin. And then you boiled the engine. They said, what does that mean? Well, obviously these cars aren't like road cars. They don't have fans in there to maintain the temperature. So when you drive more slowly, there's not enough cooling going through the car.
and it just meant that we pumped out some of the water, obviously, because it boiled, so we needed to replenish that with some fresh water and then go back out again. It's only Friday, but what does this result mean for the rest of the weekend? I think that Ferrari are obviously looking very strong, and the Bridgestone runners generally are looking quite good relative to us. So it probably means it's not going to be one of our stronger circuits. En dat terwijl het team juist van tevoren gezegd had dat ze verwacht hadden dat het hier wel goed zou gaan. Dat je beter ging het met Ralf Schumacher. Hij was best of the rest en zat dus achter de beide Ferraris. Maar ja, volgens sommigen komen die van een andere planeet. Toch was Ralf tevreden. I'm reasonably happy with the second station, but then it's only Friday. Let's wait and see what's the case tomorrow. Where in which part of the circuit do you win and in which part of the circuit do you lose a few seconds or tens of seconds? The middle part, which is the longest sector anyway, we seem to lose the most. This is a very difficult circuit for us because it's slow. It needs a lot of downforce on the car and slow grip, so it's nothing for us. But we try to make the best out of it and see what the outcome is. Can you repeat that result for qualifying? I'm pretty certain about that. I mean, we should definitely fight for the first two rows, yeah. Heldere blik van Ralf Schumacher. Dan zijn we even aan boord bij broer Michael. 16-7 heeft hij op dat moment staan. De poltijd vorig jaar was 14-3. En dat geeft aan dat hier langzamerhand de grip moet groeien. Uiteindelijk wordt het voor hem een 1-16-3-4-6 snelste tijd. Alles op een rijtje. De beide Ferraris vooraan, gevolgd door Schumacher, Ralf, Raikkonen, Fisichella en Sato er goed bij. Dan Coulthard, Massa, Della Rossa en Jensen Button op plaats 10. Elfde Trulli, gevolgd door Villeneuve, Irvine, Panis, Salo, Montoya, Heidfeld, McNish, Davidson voor Webber. En dat heeft de jonge Engelsman gewoon erg goed gedaan. Dan is het nu weer tijd voor onze prijsvraag. Weet je zo dadelijk het antwoord? Bel 0909-300-3837. Toets 1, 2 of 3 voor antwoord A, B of C. Daar gaan we met de vraag van deze week. De vraag is, welke voormalig wereldkampioen won hier ooit een wedstrijd in de Porsche Supercup die hier altijd gereisd wordt? Was dat A, Mika Hakkinen, B, Michael Schumacher of C, Jacques Villeneuve? Wie won er ooit een Porsche Supercup wedstrijd op de Hungaroring? A. Hakkinen, B. Michael Schumacher of C. Jacques Villeneuve. Weet je het antwoord? Bel 0909-300-3837. En dit zijn de mooie prijzen die we voor jou klaar hebben liggen. RTL Grand Prix Reizen verzorgt jouw reis naar een van de Europese Grand Prix. Een compleet pakket met sportieve vrije tijdsmode van Villa. Deze BBS velgezet, de Jos Verstappen Edition, onder jouw auto gemonteerd. Een jaarabonnement op Race Report, het Formule 1-magazine van Nederland. Een Vodafone Easy-pakket, inclusief Ferrari-gimmicks. Iedereen die een goed antwoord heeft doorgebeld maakt aan het eind van het seizoen kans op de hoofdprijs. Een Fiat Stilo Abarth, met onder andere een Formule 1-schakelsysteem en spraakgestuurde Connect Info Telematica Unit. Welkom, als u net kijkt, dit is het programma RTL Grand Prix met straks de Grand Prix van Hongarije. Maar nu eerst deel 2 van onze voorbeschouwing en die begint met de pitpost. Deze keer zit bij Olaf Mol om jullie vragen te beantwoorden. Tatarata, Eddie Irvine. We zijn weer met de pitpost en we zijn blij dat ook hij weer tijd voor jullie en voor ons heeft kunnen maken. Eddie Irvine, very warm welcome on behalf of all the Dutch fans. Very happy that you have Thank you. Time for us. 600 we had. Is that all? Yeah, well, I don't think you have time for 600. No. So it took about 10. First question for you comes from a little place called Nispen. The guy asking the question is Perry van Wezel, a weasel. Right, the question is from Perry. Eddie, first of all, I would like to say you're one of the best drivers because of your driving style. Who am I to argue? In 99, you were driving for Ferrari and you had a chance of the world title. According to lots of people, you didn't win because Michael Schumacher didn't want to help you.
What do you think about that? Didn't Schumacher want to help you, or was Hakkinen the best? The better. I think Michael for sure wanted to win a championship for himself the first time. I know he didn't want to come back. Montezemolo forced him to come back. But when he came back, he did a good job. He helped me in Malaysia and in Japan. Hakkinen won the race, which is exactly what he needed to do. And you know, he made a lot of mistakes. We made mistakes, but really we weren't quick enough to beat the McLaren. Hakkinen combination was much quicker than us. So that's it. There's nothing more to say. Very close to a world title at that time. Whoa. Close, but how did that feel? It was a lot of pressure, but it was fun. All right, I'll take the second one. It comes from William Konings. William lives in Roosendaal, and he asked, do you think that the coming of young drivers as Sato, Räikkönen and Massa is a good development for Formula 1? The fact that these boys, they say the entry barriers are less significant, younger boys come in quicker now. Do you think that's a good thing? I think some of them will add to Formula 1 and some of them won't, and they'll be replaced. That's normal. Formula 1 survival of the fittest. The guys that can bring something and do something for Formula 1 will stay, and the weaker ones will not. I remember the first time you drove in Suzuka. We had a chat, and I said, it looks like you're really strong on words. And you said, you have to fight fire with fire. That's what you said at the time. Is that still how you see it? Oh, yeah, for sure. In Formula 1, you either... There's a lot of bullshit going on. Yeah, no one's your friend. You know, you're here to do your job and beat everyone else, and that's what you got to try and do. Okay, fair enough. Next one, Kees Oerlemans, Rotterdam, you know that, finally, soccer. Right. How did you feel about the two-race ban? All right, I got lost here. It was my question. This one. Erik van der Nos at Cromenie. He says, in Holland we have a famous paparazzi photographer. His name is Joop van Tellingen. You don't give a D. A couple of years ago, he was witnessed faced by Crown Prince Willem-Alexander of Orange. You were hit by the legendary Ayrton Senna after your debut race in Suzuka. Are you proud of that as well? That's his question. I'm proud of the race that then got me hit. But, you know, it was embarrassing for him. Yeah. You know, he totally overreacted, behaved very badly, and... Because it's a normal thing to do. You can unlap yourself in your first race. Tim Hill was the one that was totally at fault. You know, I let Senna through, Hill didn't. And then I'm sitting there waiting to get at Hill, because I was racing Hill for fourth position or something at the time. Yeah. And Senna couldn't get past Hill, and Hill should have let Senna pass. He didn't, so I overtook Senna and then overtook Hill. And then he got angry, but it wasn't me in the wrong, but he wouldn't listen to what I was trying to explain to him. Yeah, he was a bit furious. When he He's came in, you know, he was about to hit? Did you see it? He was very angry. It's the Latin temperament. It's history as well. Yeah. Right, fourth question. Not many girls here, right? Are you still having fun in driving? Some days yes, and other days no. When the car's going good, like Magny Cours, it was fantastic, you know. Other days, like the last race where I had lots of issues with the car, it was not fun at all, and it was a real struggle. And then for the breakdown 5 laps from the end was not really, Fun. Yeah. Question from Arjan Heuvelink uit Haarlem was dat. Norman Eshuis lives in Tilburg. And he said, what if you decide to leave Jaguar in Formula 1? What are your plans for the future? Do you want to have another role in Formula 1? Do you want to be an advisor to a team? Or do you want to do something totally different? And now for something completely new. If you get organized, you can do everything. And I think that's what you got to try and achieve. I love lots of things. What do you love? Everything. I get very enthusiastic about lots of different things. Mm-hmm. I don't think I'm going to be bored. Right. Would it be fun sitting next to the guardrail? Next to the guardrail? I enjoyed watching Formula 1. I always loved watching Formula 1. I, you know, watched every race that I could watch. So watching the races after I finish will be fun as well. Do you also look for young boys? Do you have an eye for young boys? No. Young talented boys. I don't know for young talent either. Okay. Perfect. Hit it. All right, fair enough. One but last, your last. Wouter Windel uit Deventer. I love this. Respect. The word respect. I love the word respect. Respect. Okay. Respect for the attitude, he says. Tell me if working with Mr. Lauda has had any influence on your driving style, knowing that the man has been through, but also what he knows about the sport. Many people are looking up to him. Does this also counts for you? You know what Nicky achieved was amazing. You know, to come back after his accident was fantastic. Yeah. You know, I was never really a fan
of Nicky's because he was always up against James Hunt and John Watson, who were my more my kind of drivers in a way, or from my homeland really in a way. So I was more into that, and I liked Hunty's attitude, you know, which, while Nicky was very calculated and cold in a way, still is. Working with him has changed my driving style, not really, because Nicky's 30 years out of date on that sort of stuff, you know. But it's quite illuminating the way his mind works, you know. He's very quick at going from A to B. Yeah, he's very straight and very hammering. Interesting question here from a girl, Dineke, lives in Leusden. I like this one as well. Once you said on your website that you couldn't see why women couldn't be a Formula One driver. If your daughter Zoe tells you that she wants to become a Formula One driver, would you stimulate or help her with that? They know everything about you. If she was good, I'd get her signed up on a management contract. That's the more interesting part. I don't think women just don't seem to be able to... Physically, yeah, somewhere. It's not the physical side of it, They just don't seem to operate machinery as well as men seem to for some reason. There is physical reasons for it, apparently, which I'm not going to go into, but Zoe won't be... Although she does love driving the little cars and all that around, but she's very timid, so I don't see her into horses or chess. I've seen her on a horse, so maybe that's the way she'll go. All right. How are we? One more left here. That's no, it's you. No, that's the one we had. That means that we're all done. Spare one? Okay, yeah, don't take a spare one. Spare's a spare, you know? Keep a spare a spare, and then you don't have fun. Have good luck this weekend. Thanks for your time. Yeah? Thank you. All righty. De volgende Grand Prix is er een afspraak met Michael Schumacher en Jos Verstappen. Hij wilde alleen samen met Jos Verstappen een pitstop doen. Echter, hij wil nog niet bevestigen hoe, wat en wanneer. Heb je vragen voor Jos Verstappen en Michael Schumacher? Surf naar www.rtlgrandprix.nl. Zoek daar de button van Pitpost. Stel je vraag. Maar we doen er nog één, want stel dat niet doorgaat, dan hebben we hem maar vast. Mika Salo. Heb je vragen voor Mika Salo? Hetzelfde verhaal. Hij komt of in Spa aan de beurt, of de volgende wedstrijd in Italië. www.rtlgrandprix.nl voor je vragen. Dan gaan we nog even terug naar gistermiddag. Even rond de klok van 1, althans 20 minuten later. Want ja, het was toch wel erg rustig in het begin. Circuit lag er weer prachtig bij, mooi zonnig weer. En daar de gespannen ogen van Anthony Davidson. Zijn allereerste Formule 1 kwalificatie moest hij gaan doen. Davidson had in de vrije training al laten zien dat hij het goed kon. Ook Greg Wheeler was wat gespannen. Het team besloot om hem toch maar weer vroeg naar buiten te sturen. Toen de training uiteindelijk op gang kwam, was het dit moment voor Jenson Button. Hij spint, laat de auto achteruit rollen, ziet andere auto's komen, wil het gras niet op. Geeft weer gas en schiet weer de baan op. Barrichello, Eddie Irvine en Alan McNish zijn het bokkie. Want zij kunnen allemaal één van hun snelle rondes weggooien door de spin van Jenson Button. Uiteindelijk is het dan toch Rubens Barrichello die als eerste een serieuze tijd neerzet waar de rest kan op gaan jagen. En Anthony Davidson doet het goed. Weet zich gewoon te kwalificeren. Heeft nog een marge over van bijna 1/16 van een seconde. En was aan het einde van de rit maar 3 seconden langzamer dan deze David Coulthard. Want Coulthard zet hier vroeg in de kwalificatie een tijd neer die op dat moment goed is voor plaats 5. Uiteindelijk zou het niet verder gaan dan een beschamende 10e positie. En dat doet pijn. Raikkonen was zelfs nog een plaatsje slechter. 11e. Rubens Barrichello kijkt naar de tijden. Ziet Ralf Schumacher komen. En Ralf komt er dichtbij, maar ook niet dichtbij genoeg. Het blijft 1/14 van een seconde. En ook Ralf kon deze tijd niet meer verbeteren. Het gevecht moet dan toch misschien wel van Montoya komen. Nou, die had het ook niet die dag. Montoya bleef zelfs nog verder achter dan Ralf. Schumacher zit hier al op 1,2 seconden. Het gat met de kop zou uiteindelijk bijna 1,5 seconden betekenen. Dan Villeneuve, zoals we hem kennen. Het lukte hem niet. Hij werd uiteindelijk slechts 13e. Maar als je dit ziet, dat is autoracen. Blijft mooi om de wagenbeheersing van Jacques Villeneuve te zien. Een van de verrassingen van de kwalificatie was toch wel Giancarlo Fisichella. Want hij zet hem toch maar weer op de 5e plaats neer. En dat is bijzonder knap. Het gat wel 1,5 seconde. Maar dat de Ferraris hier snel waren, dat wist eigenlijk iedereen wel. Fisichella laat zien dat anderen wel degelijk een kans hadden. De tijd van Barrichello wordt dan serieus aangevallen door Michael Schumacher. Die het echt probeerde. Maar in eerste instantie slechts 46.000ste tekort komt om hem te pakken. Maar dat was het dan ook. Want meer had der Michael toch niet aan boord. Barrichello was op dat moment ook buiten.
En Barrichello reed een werkelijk ijzersterk kwalificatierondje. Zit hier 16.000ste boven zijn eigen tijd. In het laatste gedeelte wonnen de Ferraris heel veel. Met name de tractie bij het uitkomen van deze bocht. Rubens Barrichello was gewoon een klasse apart. Niet dat hij zoveel voorsprong over had aan het einde. Maar hij reed wel gewoon het beste rondje van de 20 coureurs die meededen. Het wordt uiteindelijk 1.13.3.3.3. Haalt er nog eens 13.000ste vanaf. Pakt daarmee zijn zesde pole uit zijn carrière. En daar mag hij hartstikke tevreden mee zijn. En Anthony Davidson, ook hij mag tevreden zijn. Niet voor Mark Webber, maar wel gewoon gedaan waar hij voor gehaald werd. Donderdag voor het eerst in de auto zitten. Vrijdag er voor het eerst mee rijden. Zaterdag de kwalificatie. En op 15e van je teamgenoot Mark Webber de European Minardi in de wedstrijd zetten. Daar ging het om. Hier alles op een rijtje. Barrichello, Michael Schumacher, Ralf Schumacher. 4 Montoya, 5 Fisichella, goed. 6 Trulli, tevreden. Massa 7e, ook knap. En Heidfeld 8e, 9e Button en 10e Coulthard. De McLaren's verdelen de beide pagina's. Dan de Raikkonen. Dan allemaal setjes. Panis en Villeneuve bij elkaar. Sato even los. Dan de La Rosa en Irvine bij elkaar. Hetzelfde geldt voor Salo en McNish. En Webber en Davidson dus. Interviews na afloop. Te beginnen met Mika Salo. Die echt niet tevreden kon zijn met zijn 17e kwalificatietijd. Mika, that's not where you want to be. No, it's not. What happened? Ah, it's the same problem what we had last couple races. And when we take the fuel out of the car, make it for qualifying trim, we just lose the grip. It starts bouncing like hell and it's just not controllable anymore. You did a lot of races here already on this track. Does it give you any advantage for the race? It gives me one advantage that I know it's the hardest race of the year and I'm prepared for it. So I think it will be a surprise for some of the new guys. It is very hard, and especially if you have a bad car, it's going to be double hard. So that means double hard for you? Well, our car has been good when it's in a race trim and race fuel. When it's heavy, it's good. It doesn't react for the bumps so much, but it's going to be hard. What can you do? 17th position. When can you overtake? How many cars can you overtake? Basically, it's impossible here, so you just have to wait and see. Looking at the yesterday practice and today practice, lots of cars will go off. I just have to keep it on the circuit and have a reasonable strategy. So if I'm stuck behind somebody, we can pass them in the pit stops and we'll see where we end up. But the points are pretty far away. The cool dude, Mika Salo. Beter was het voor Ralf Schumacher. Hij stond dus derde. Was tevreden. Ralf, how was your qualifying? I was really happy with what we achieved. I mean, after this morning it looked terrible, so to be third now and fourth as well, it's very good. What happened in the morning session? Nothing. I mean, we just found it difficult to find a proper setup, so we went in various directions, and at the end it seemed that we found the right one. This track is very difficult to overtake. What's your strategy? Basically catch Michael at the start and rooms into the first corner, a second corner, and then win the race. Ralf, goed geluimd. Iemand die ook graag in wil halen is Giancarlo Fisichella. Yeah, I hope so. I usually quick in this circuit. I like the circuit, and I hope to get through the end and score points. But obviously, I like to get on the podium. Van Fisichella gaan we naar Nick Heidfeld. Tevreden met een 8e positie. Hij moest nog even wat wegzetten, want hij had iets bij zich. Ja, dat kon niet met de sponsoring die hij normaal gesproken heeft. Waar zet ik dat neer? Tussen de velgen dan maar. Heel goed, Nick. Nick, was it good to have 3 weeks off? Yeah, it was nice because it was quite busy before. Maybe sometimes a bit difficult for people to see from the outside. I think we are driving a bit around a lap and travel to the nicest places in the world. But it's also very tough, so yeah, I liked it. So far, the weekend before qualifying was so-so. You had also a shunt. Was it a big one? No, it was not a big one. I mean, we destroyed quite a lot on the car. My chassis was fine. But for me, it was not heavy. Two cars, both cars were out. What did they do overnight? For Felipe, they had to build a completely new car because he had a problem on the chassis. For me, they had to change, I think, both front and rear wing and two suspensions. Okay, now going back to qualifying. How was yours? Regarding the performance of the car before qualifying, I'm quite happy because I struggled with the setup, the balance of the car all weekend. And before my last outing, I think I was 15th. So in the end, to be 8th, I'm quite happy. Overtaking is difficult here. Everybody knows that. What is it going to be for you? Yeah, it's definitely going to be difficult to overtake. But
for us to be eighth on the grid is a good position, and we hope for some points. Klaar interview, blikje pakken en op naar de volgende. Wij luisteren naar Jarno Trulli, trainde zich naar een mooie zesde plek. Excellent result, Jarno. Yes, I'm very happy about today's qualifying. Sixth position is didn't really expect it. It didn't look that way. No, I must say that we were struggling a little bit to find a good balance, as probably most of the people here. Track was dirty, dusty, and you know we had plenty of understeering and oversteering together. But we managed to make quite a good setup for qualifying, so it worked out very well. Do you like the twisty layout of this track? Yes. What I don't like is it's too bumpy. It's very, very, very bumpy, which makes you feel really bad after a while. Overtaking is very difficult here. That means your qualifying position has an excellent point for 4 points. Yes, of course. Overtaking is nearly impossible. So, of course, starting in front of the grid, it's very important. Podium? It's always possible, podium finish, especially here. Hij kan er op voorhand al om lachen, Jarno Trulli. De laatste woorden zijn voor de man op pole position vandaag, Rubens Barrichello. Congratulations. How was it? It was really good. I mean, and the car was working fantastically well. So the only downside was my first run when I had to avoid the car spinning. But I knew that the car was good, so I was looking forward. Last year, 30 qualifying, you had a good race. You ended second. What will happen the race tomorrow? We never know, but it is the best place to start the race tomorrow, so just looking forward for it. A small explanation, why is the gap so big between the two of you and the rest? Because the car works fantastically well. I mean, it's the car with the aerodynamics, the tires, the engine, I think it's working particularly well here. The gap was bigger since this morning, but in qualify it got down to a small amount, so we just hope that we can keep on going and stay in front. Could it be that Bridgestone is here excellent and Michelin did not so good job? We cannot say that. I mean, we can say for ourselves that Bridgestone has done a fantastic job, but we gotta stay quiet and cool, because tomorrow is a different thing. It's a long race with a track that is quite dirty. We don't want to get into trouble tomorrow, so at the end of the race I'll tell you. Rubens, one question. U weet ook deze keer weer onze prijsvraag. Antwoord moet u geven op de volgende vraag. De vraag is, welke voormalig wereldkampioen won hier ooit een wedstrijd in de Porsche Supercup die er altijd gereden wordt? Was dat A. Mika Hakkinen, B. Michael Schumacher of C. Jacques Villeneuve? Wie won er ooit een Porsche Supercup wedstrijd op de Hungaroring? A. Hakkinen, B. Michael Schumacher of C. Jacques Villeneuve? Weet je het antwoord? Bel 0909-300-3837. En dit zijn de mooie prijzen die we voor jou klaar hebben liggen. RTL Grand Prix reizen verzorgt jouw reis naar een van de Europese Grand Prix. Een compleet pakket met sportieve vrije tijdsmode van Fila. Deze BBS velgezet, de Jos Verstappen Edition, onder jouw auto gemonteerd. Een jaarabonnement op Race Report, het Formule 1 magazine van Nederland. Een Vodafone Easy pakket, inclusief Ferrari gimmicks. Iedereen die een goed antwoord heeft doorgebeld maakt aan het eind van het seizoen kans op de hoofdprijs. Een Fiat Stilo Apart, met onder andere een Formule 1 schakelsysteem en spraakgestuurde Connect Info Telematica Unit. En dit is de auto die als einde seizoensprijs over een paar maanden wellicht de uwe kan zijn. Tot en met vrijdag aanstaande kunt u uw antwoord doorbellen. En wie weet zie ik u aan het eind van het seizoen om u de sleutels van deze auto te overhandigen. Dan zijn we terug in de RTL Grand Prix studio. We zitten hier met onze twee analisten. Voordat zij hun fragment van enige tijd geleden van de Grand Prix die nu wordt verreden gaan vertonen. Het laatste nieuws vanuit Hongarije is het volgende. Jordan raakt de Honda-motoren kwijt. Honda concentreert zich uitsluitend op British American Racing. Jordan gaat rijden met Ford-motoren. Als eerste sprak Jack Ploy met Eddie Jordan. Eddie Jordan, we just had a press release from Honda. What happened?
Well, Honda have agreed to release Jordan from their contract from 2003, which is next year, which was the last year on the current contract. And that has enabled us to announce the exciting news of the partnership between Jordan and Ford for the next 3 years. The cars on the grid next year will be known as Jordan Ford, with, of course, the Ford Oval on the car. So it's very exciting news, not just for Jordan, I hope for Ford, but for Formula One in general. It's some really, really positive good news. We're very excited about it. En ook de andere betrokken teamleider Dave Richards van BAR kreeg bezoek van Jack Lowry. David Richards, we just heard the news that Honda is going to supply only one team. Is that good news for you? It clarifies a situation which has been working, you know, we've been working very closely with Honda now for the whole of this year, not just on the engines, but on a whole chassis development program, a closer engineering liaison where all the research and development resources of Honda have been working with us. And I think you're starting to see the benefit from it now. You've seen the engine performance recently is improving significantly. I know where what the engine situation will be for next year, and I feel very positive about the direction we're taking. So that means very good news for you. I believe it just clarifies the situation, and yes, it is good news. Niet zo veranderlijk als het weer, maar ook in de Formule 1. Aluit, wat vind je hiervan? Nee, ik denk goed nieuws voor Jordan. Heel goed nieuws voor Jordan. Waarom? Volgens Eddie Irvine is zijn motor het best bewaarde geheim in de Formule 1. En ik denk dat het voor Jordan een stap... Praat je over de motor die nu in de Jaguar ligt? Ja, ja. Dat is dezelfde motor die ze gaan krijgen. En die gaat doorontwikkeld worden. En ik denk dat het een goede stap is. Het is zo dat Jordan en Cosworth zitten niet zo heel ver van elkaar. Die fabrieken liggen binnen een half uurtje rijden. Gary Anderson is een grote fan van Cosworth. Terug in de historie natuurlijk ook Cosworth en Jordan gaan heel ver terug. Oké. Okay. De concentratie van Honda nu alleen bij BAR? Is dat goed? Ja, ook goed als je kijkt dat ze bij Honda toch een achterstand hebben gewoon qua vermogen en dergelijke. Dan is het gewoon goed dat ze nu al hun mogelijkheden op één team gaan toespitsen. Om daarmee zo snel mogelijk naar voren toe te kunnen komen. Exact. Goed. Dan over jullie fragmenten. Die hebben te maken met de Grand Prix van Hongarije. Jullie mochten een keuze maken uit de afgelopen 10 jaar. Allard, jouw fragment? 1997. Ja, misschien wel apart dat Arrows er nu niet is. En in 1997 bijna de Grand Prix van Hongarije wist te winnen. Ja. Damon Hill werd het jaar daarvoor wereldkampioen. Had geen stoeltje, hij was ontslagen bij Williams. Ja. Walkinshaw pikte hem op in de hoop dat het team naar een hoger niveau zou liften. Dat lukte bijna. Het was ook een beetje... Klopt. En daar zagen we het resultaat van toen. Ja, maar toen, en dat was wat niet onbelangrijk is dat toen de Bridgestone-banden al erg goed waren... En dat Damon Hill gewoon op weg was om die Grand Prix te winnen. Even kijken wat er gebeurt. Het gat op start-finish. Damon Hill is over start-finish en wordt dus tweede. En wint die wedstrijd dus niet. Ja. Ik zat de laatste rondes in de pits daar. Met de jongens, de monteurs en iedereen. Ja, die Les Jones zat niet zijn nagels op te vreten. Hij had geen vingers meer over. Nee. En toch wel heel apart. Traan in hun ogen. Ja, daar kan ik me ook niet meer voorstellen als dat gebeurt. Maar goed, we kennen het uit de racerij. We hebben het met jou al aan het begin van de uitzending over gehad. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Wat is jouw fragment? 1994, dat Jos Verstappen derde wordt. Vooral de manier waarop vond ik heel interessant. Hij lag op een ronde. Schumacher's teamgenoot lag eerste en die laat hem teruglappen. Dus hij zat weer in dezelfde ronde en onverwachts valt Martin Brundle in de laatste ronde met een benzinetekort valt hij stil en Jos wordt in één keer derde. En we waren daar ook op het circuit erbij en het was een prachtig moment voor Nederlandse autosport. Ja, ook de snelheid van nadenken van Schumacher om zich te realiseren. Mijn teamgenoot heeft een ronde achterstand. Als ik nou nog even inhoud precies voor de finish, want dat is wat er gebeurde. En jij was daar omdat je toen nog in de Porsche Supercup reed en dat altijd een van de wedstrijden was die vooraf ging aan de Formule 1. Zullen we even gaan kijken wat er gebeurde met Jos Verstappen? Ja, zie je, het gaat gebeuren hoor. Schumacher laat Verstappen erin voorbij. Dit is wel een heel mooi moment, want dit tekent ook tevens de gedachte bij Benetton. Want dit betekent dat ze hem koesteren. Dat ze zorgen dat Jos dit mag doen. Zorg ervoor dat Verstappen nu niet meer een ronde achterstand heeft. Daar is Brundle. Yes! Martin Brundle is stuk. Ongelooflijk. Maar Jos Verstappen wordt dus derde. En dit is het bewijs. Blijven. Rijden. Zorg dat je er bent. Daar is die beker. Verstappen pakt hem met beide handen aan. En voor hem voelt dit als een absolute overwinning.
Ja, we hebben wel eens, als er een coureur stilvalt, hebben we wel eens wat relaxtere teksten gehoord. Maar ik kan me van Olaf de Euforie toen wel voorstellen. Zeker ook nog als je bekijkt dat twee weken ervoor Jos eigenlijk aan de dood ontsnapt. Door de brand in de pits in Hockenheim. En dan zo terug te komen, ja, mooier kun je het niet krijgen. Nou, we wachten af of Jos Verstappen, of we die nog terugzien in de Formule 1 in Boedapest. En de rijders op de startgrid gearriveerd. Vanzelfsprekend zijn er ook onze verslaggevers met het laatste nieuws en de laatste interviews voor de start. Goed, dames en heren, we zijn weer terug in de RTL Grand Prix studio in Hilversum. We zitten hier met Patrick Huisman en met Allard Kalf. Nou, de start deze keer kunnen we gevoeglijk overslaan. Er gebeurde wel het een en ander. Was niet echt spectaculair, niet echt spannend. Wat er daarna gebeurde was wel een heel mooi staaltje autoracerij. Namelijk tussen Montoya en Raikkonen. Toch? Ja, voor de tweede race in successie hadden ze elkaar gevonden. Ja. En het leuke is ook weer met deze actie die ook alweer twee of drie bochten in beslag nam. Net als op Hockenheim de vorige keer. Ja. En dat was maar blijven zitten. Allebei niet op willen geven. En uiteindelijk is het dus Raikkonen die aan het langs centrum. Maar doet het wel mooi. Want hij komt buitenom. Daar verwacht Montoya hem gewoon helemaal niet. En denkt eigenlijk dat hij van hem af is. Ja, dan blijven ze zitten. En dan onderstuurt gewoon op het vel. Onderstuurt Montoya er gewoon af. Ja, je vindt het kennelijk wel aardig. Dit is dus echt een staaltje goede autoracerij, Patrick. Ja, geweldig. Maar wat wel ook goed is, en dat voor beide heren gewoon, ze laten elkaar net voldoende ruimte om allebei te kunnen overleven. En dat is op deze manier is autosport natuurlijk prachtig om te zien. Hier zien we het nog een keer, want Montoya had een kleine moeite. Hij kwam daar weliswaar al even op het vuil. En dan zie je hier dus het resultaat. En dan is hij meteen kansloos voor, wat Olaf niet geheel ten onrechte zei, voor nog een ereplaats. Want als hij iets minder, als hij iets eerder van het gas gaat. Ja, je zit te schudden, Allard, maar dan had hij op een 65e plek kunnen eindigen. Ja, maar als je kijkt naar de snelheid van Coulthard ook. En die wordt dan 7. Of nee, die wordt dan, aan het einde wordt hij 5. Maar ze hadden het gewoon. Ik denk dat hij het niet had gered vandaag. Hij ging daarvoor al van de baan af. Ja. Had al wat problemen. De snelheid zat er de hele wedstrijd al niet in. Nee. En hij lag zo ver voorin dat hij de boel op kon houden. Maar toen hij eraf ging, ik denk dat hij wat gripproblemen had gedurende dat eerste halve rondje daarna. Waar Raikkonen gelijk gewoon gebruik van maakte. Oké. Goed, dat was dus een mooi racemoment. Eddie Irvine, die we bij Olaf in de pitstraat zagen, die ging eruit. En die had, toen hij eruit was en eenmaal weer terug was in het paddock, er dit over te melden. What happened, Eddie? I just had a misfire for about the last 10 laps, 12 laps. And then it just stopped. How was the situation on the track? Still dirty? No, the car was, we fixed the problem from the last 2 days. The car was feeling much better and it's a shame. You know, I think we could have done something today. What was your strategy? Two-stopper? Can't say. I had a misfire, dat was het. Ja, kan gebeuren. Ja, maar hij was wel blij dat de auto het goed deed. En het is toch apart dat je na de training in de race, het is gewoon een heel groot verschil. Hè? Ja, bij McLaren is het het meest duidelijk dat ze toch in één keer de snelheid gevonden hebben in de wedstrijd. Hè, want Ralf rijdt er dan ver voor. Ja. Die Ferraris zijn gewoon niet bij te houden. Okay. Dat is gewoon een andere planeet. Nee. Maar dat toch een hoop teams, en vooral Michelin teams, op een of andere manier toch de snelheid in de wedstrijd weer weten te vinden. Hier redelijk hebben gevonden. Ja. We hebben de start hier visueel dan in de nabeschouwing even overgeslagen. Maar in die start zagen we Jensen Button een fantastische start hebben. Een beetje noodgedwongen moest hij de buitenkant houden. Dat ging allemaal goed. Lag ook goed in de race. En dan opeens is het gedaan met hem. Ja, klein foutje, een achterblijver die, ik dacht dat het Minardi was, die overigens heel goed ruimte liet. En het was puur een eigen fout, want hij reed rechts even op de curbstone. Dat zie je nu gebeuren. Hier. En daarachter is het gras, remt aan en auto's onbalans en spint weg. Gewoon een rijdersfout. Kun je je voorstellen dat er toch veel kijkers zijn die zeggen, ja, hoe kan het nou bestaan, die gasten die rijden zo vaak over die curbs heen. Dat uitgerekend zo'n momentje van zo'n curb, dat het net voldoende is voor die wagen om dan zodanig alles te verliezen als coureur, dat je eraf moet. Ja, maar je hebt daar in Boedapest speciaal voor die bocht aan de buitenkant. Ja. Dat is een soort afwateringsgootje, een soort regengootje. Ja. En dat is geen echte curb. Die zijn een fractie dieper. Die zijn een fractie dieper. Het is ook heel erg smal. En als je daarop komt, raakt die auto uit balans. En de jongens rijden natuurlijk zeker in verdedigende positie toch op de limiet. Aha. En dan hoef je maar net even ernaast te zitten, een beetje rotzooi. En het is gebeurd. Zodan. Jammer. Vandaag was koorddansen. Jammer voor Button. Excuse me? Vandaag was koorddansen. Koorddansen? Ja, zolang je gewoon op het touwtje bleef staan, was het goed. Maar als je daarna stapte, was het gewoon helemaal niks meer. Allard, qua grip. Welk een groot analytisch vermogen schaalt hier achter deze uitspraak. Goed, hè? Hey. Dat mogen we toch vaststellen. Dan hebben we bal in de pitstraat.
Dat is ook heel bijzonder. In de Kalverstraat maak je het ook wel eens mee. Maar dit is een heel bijzonder bal. Ja, we hebben eerst Salo en de La Rosa. En vervolgens hebben we dan ook nog eens een keer Montoya en Panis. Laten we gaan kijken. Hier komt die Salo en de La Rosa. Ja, mag dit, dokter Kalf? Dokter Huisman? Nou, er is genoeg ruimte om naast elkaar die pit gaat in principe uit te rijden. En Salo stuurt wel gewoon dit heel dit is een ander verhaal. Dat is het Montoya en Panis verhaal. Ja. Ook you. Ja, die Montoya moet daar misschien zelfs nog even wachten totdat Panis er weer staat. Ja. Het andere verhaal, het Salo, de La Rosa verhaal. Ja, even tussen, als ik even mag onderbreken. Misschien kunnen we, wil de regie dat nog even terugzetten, zodat we het nog één keer kunnen zien. Maar ga door. Ja, vind ik dat eigenlijk. Hier, kijk, het probleem zit erin dat Salo. De La Rosa zit er al op, hè? Ja, maar hij laat hier, kijk, hier komt die auto terug van het wegrijden. En hij laat gewoon geen ruimte. Hij heeft veel ruimte nodig. Want ze hadden ook gewoon naast elkaar die pits kunnen uitrijden. Ja, nee, ja, maar. Ja, dus okay, Salo is een beetje fout, vind ik. Dat bedoel ik maar. Ja. Samen van? Ja, hè? Ja. Ja. Maar ze hebben er niets aan gedaan en niets mee gedaan. Zo min als ze ook iets gedaan hebben met het overschrijden van de witte lijn. Hè? Met het uitrijden van de pitstraat. Ja, maar dat vind ik wel weer goed. Want ik vind dat, en ik denk dat Olaf dat ook met me eens is. In Manjekoe was het natuurlijk te belachelijk voor woorden. Ja. Hè? Want waar heb je het dus over? En hier hebben ze waarschijnlijk ook gedacht. Ja, jongens, we hebben het over het halve veld toe. Dat laat lekker gebeuren. Goed. En echt gevaarlijk was het ook niet. Nou. En omdat het zo'n spannende race was. Mag jij nog iets vertellen over de onderkanten van de Ferrari en de andere wagens? Nou, dat is iets wat me eigenlijk van de week opviel toen. Je hebt hier zo'n heel mooi shot dat je bijna de bodem van die auto ziet. Nou, we gaan ze even Ferrari, zien. Ja, Ferrari heeft jaren geleden ooit eens een dubbele bodem gebouwd. Met die, kijk, en als je hier nu kijkt op dit, je kan het heel moeilijk zien, maar je ziet eigenlijk die dubbele bodem is bij die Ferrari weer aan het terugkomen. Als je kijkt, is een heel smal gedeelte in het midden en dan die bodemplaat vrij breed. En bij alle andere auto's, dan moet je maar bijna nu stopzetten, maar bij alle andere auto's is het één brede bodemplaat aan de onderkant. Zoals hier bijvoorbeeld bij McLaren. Dat vond ik eigenlijk heel opmerkelijk. Maar het was voor mij, misschien is het al een keer eerder helemaal gehighlight, maar het was voor mij de eerste keer dat Hallo dokter. Pak dit eens. Ja? Nou, dit is gewoon. Geef het eens aanschouwelijk weer dan. Nou ja, kijk, als je dit als bodemplaat ziet, zit de rest van de McLaren er gewoon moet je bovenop. Ietsje hoger op? Nee, dat gaat hoger. Ja, zit de rest van de McLaren er gewoon over de hele breedte bovenop. En als je de Ferrari zit er gewoon aan deze kant een stukje tussen. Ja. En dan begint dat. Dat is wat je bedoelt met die dubbele bodemplaat. Dat is een dubbele bodem die toch weer op een of andere manier aan het terugkomen is. Ja, goed. Ja, ik wou dat maar even. Ja, en dat is wel apart, want dat zijn ideeën die je dus 10 jaar geleden een keer ontdekt is door iemand en weer in de prullenbak gegooid. En nu heel langzaam begint dat dan weer terug te komen. Is dat iets wat echt zo is? Dokter Kalf zegt het dus, maar het was mij ook nog niet op.